mensen. Toch kijk je deze video. Mijn naam is Wesley van FIFA Boy 1999 met vandaag weer de nieuwe eigen club emote. En vandaag gaan we deze aflevering starten met onze eerste wedstrijd in de groepsfase van de Europa League. We gaan de opkomst zien van ons eigen team en de tegenstander. Ik had eigenlijk andere tenues moeten kiezen, kwam ik later pas achter. Maar goed, we gaan kijken wat deze eerste Europa league wedstrijd in de groepsfase voor ons gaat worden. Natuurlijk, al play-off gehad. Maar nu dus echt definitief begonnen. aan het Europa League avontuur. Het Europees avontuur voor onze club. Viva Boy FC. De competitie gaat het uh, moeizaam. FC, FC, SB. Hier zien we de opkomst van beide elftallen. aanvoerder van ons team natuurlijk Jordi Klaasie, Stekelenburg, de doelman van Viva Boy FC. Ik kan alleen niet het. Uh, de, de keepers, het er nu aanpassen volgens mij. Tenminste, ik heb er niks voor kunnen zien. De, van de tegenpartij, denk ik dat we geen namen kennen. Hier zien we natuurlijk al Stekelenburg, bekend gezicht. In onze verdediging We zien natuurlijk Van Veen, De Jongen hebben we daar op middenveld. En natuurlijk Maas, ik zei het net al. Tjong hebben we. En ook uh, daarvoor in, natuurlijk, uh, de volvoerde spelers. Laten we hopen op een goede start in de Europa League. In de eigen stadion. Hoe mooi een keer beginnen. Danvoeren jullie schudt de handen van zijn uh, tegenspelers. Hier zijn opstenging dus. Zo gaat het uh, staan op het veld. Van Doren zie ik CM Maas voorin. Klaasi van Veen de Jonge op het middenveld en dan PF Peters. Fukayo Marien van Ewijk. dus. Van Ewijk rechtsachter. En het doel natuurlijk Maart Stekel. Dat zijn de elf zoals het staat, gaan we ook kijken zo meteen naar de elf van de tegenpartij. En kijken hoe dat zich gaat uh, vormen. Hoe ze hoe zich uh, tegen ons neer, gaan neerzetten. Dus uh, dit zijn de spelers van uh, de tegenstander. Niet echt bekende namen tussen. Dus we gaan gewoon beginnen aan de wedstrijd. Die begint pas eigenlijk in minuut 32. 0-0. En we komen eigenlijk voor het eerst uit. Hier zien jullie al dat we echt wel. Ik had beter aan het tenu kunnen kiezen. Maar goed, maakt ook niet uit. Van Ewijk. Hier komt de eerste kans. Zie ik zeker de bal handen van de doelman: Kooman. En nu is het uh, FCS, noem maar even de afkorting, gewoon zoals het staat, in de bal balbezit. En dan weer de, bijna de eerste helft die afgelopen is. Een uh, moeizame eerste helft, moet ik wel zeggen. Uh, helemaal niks gebeurt eigenlijk tot nu. Dat er uh, spannende dingen gebeuren. Hier komt nu bijna de tegenplet eruit. Goed verdeld op Peders op het laatste moment. En nu kunnen wij in de omschakeling misschien wat doen. De jongen. De jongen richting ZXC. Zierik C. De jongen. Ja, goed. De jongen dan voor de 1-0. De jongen voor de 1-0. Het is de voorsprong van FIFA Boy FC. En het is de jongen die het mag doen. En zo komen we op 1-0. Zo vlak voor dus. Door, um, door de jongen. En morgen, dan, mooi gedaan. Mooi doelpunt ook. En 1-0 dus. Voor FIFA Boy FC in uh, deze Europa League wedstrijd. Tweede helft ondertussen is start gegaan. We willen de tweede helft goed beginnen. Maar de bal onderschept weer. En dan is de bal dus weer voor de tegenpartij. De kunnen wij daar wat tegen doen? Vooralsnog niet. De bal komt moeiteloos aan van speler naar speler. Peters dan uiteindelijk hier de goed onderschept. Peters nu daar perfect weg. En nu misschien de uitbraak voor FIFA Boy FC. Kunnen we dat goed gedaan goed doen met Zierik C. Zierik C. Open paas op Maas. Maas met zijn voorzet. Laag. Komt op de hak van de jongen. En is de bal weer voor de tegenpartij. En oppassen. Nu weer een omschakeling. Kunnen we gaan verdedigen? Het buiten spel. Doet het gelukkig een keer mee. Ondertussen. We zitten natuurlijk ook al wat verder in de wedstrijd nu. Want de hoeksop is die hier van Doren, Hier komt de kans van Dongen. Die invaller had de kans voor zijn doelpunt. Maar hij blijft 1-0. Ondertussen minuten 65. Nog 25 minuten te gaan. Tussen FIFA Boy FC en de ploeg. FC, SB. Geen idee hoe het verder was. Maar dat maakt ook niet uit. Maar ze hebben wel hier balbezit. Dat is voor ons wat minder. Hierna hebben we wedstrijden tegen. Ajax tegen NEC. Tegen Ajax gaan we snel simuleren. Is dat riskant? Ja. Tegen NEC gaan we de wedstrijd simuleren. Kijken hoe het verloopt. Nog 20 minuten te gaan. 1-0. Hier komt de kans in. Hij ziet er binnen. Prachtig gedaan door Van Veen volgens mij. En het is het 2-0 voor FIFA Boy FC. Van Veen met zijn doelpunt. Mooi binnengeschoten door de middenvelden. Zo komen wij dus op een 2-0 voorsprong. En zeker mooi gedaan. En hopen dat er nog wat bij komt. Wie weet. Of komt misschien de tegenpartij met een aansluiting, Steffen? Het is zo'n wedstrijd, dat wel. Zie ik zeker gaan naar de kant. Zie ik zeker naar de kant. En de jonge Griekse spits, jullie zagen net onderin staan, is ze vervangen. Kijk of hij zich kan laten zien. Tot nu toe nog niet echt uh, gezien. Maar wie weet. Nu komt de tegenpartij eruit. Laatste kwartier. Gaat het wel spannend worden, zo'n laatste kwartier? Als er nog een doelpunt valt, een 2-1, een tegendoelpunt, dan wordt het nog spannend. En hier komt die kans, een stekelende met de redding. Hoekschop voor de tegenpartij. Boy FC, die de bal zo snel mogelijk weer weghalen. De kopbaal is hier binnen. Het is 2-1, de aanstuiter, En dan wordt het nog spannend gemaakt de laatste 10 minuten. Want hier komen ze er weer uit. Verdediging, weet even niet hoe ze moeten staan. Duidelijk is het Peters die het goed oplost. En nu misschien nog de omschakeling richting een 3-1. Laatste 10 minuten van Ewijk. Goeie paas, De Jongen. De jongen, Maas, terug naar de jongen. Ziet daar weer Maas gaan. Maas kan de voorzet, kan een goede voorgeven, goede voorgeven doen. Ja, de jongen, de jongen, en die schiet de bal over. Komt Huisman erin voor Peters. Dan nee van Ewijk denk ik, die eruit gegaan is. Nee, Peters eruit, en Huisman is binnen een lijnen gekomen, inderdaad. Ik ben nog vijf minuten op de klok, hier dan. Koestiesas, of hoe je het moet uitspreken, de Griekse spits. geeft hem op Van Veen. En die schiet dan uiteindelijk de 3-1 binnen. En hiermee beslist hij toch wel deze wedstrijd. Hier is de eerste Europa League Wedstrijd in ons eigen stadion. In het FIFA Boy FC, of FIFA Boy Stadion, zo heet het. Is het Van Veen die de tweede binnenknikt voor FIFA Boy FC. In deze Europa League Wedstrijd. Op aangeven van de jonge spits. En dan is het de 3-1. En er is geen twijfel meer over mogelijk wie deze Wedstrijd gaat winnen. Van Veen twee keer. De belangrijkste. De jongen nog met, de een, uh, met, 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 met het doelpunt ook nog. En dan van Veen, of van Veen inderdaad, die er nog twee mogen binnenschieten. Zorgt ervoor dat het 3-1 is. Van Doren, zo in de voeten van de tegenspeler. Hoeveel extra tijd gaan we krijgen? De laatste seconde tikken weg van de wedstrijd tussen uh, de beide elftallen. Wat gaan wij doen? Tegen uh, nu 200 extra tijd. Oké. Okay. Die extra tijd is uh, alweer eentje verstreken. En in die 1 met de extra tijd die er nog is, gaan wij de aanval zoeken. Tenminste, dat proberen we. Huisman van Dongen. Goed, nu de kans. Ja, hier dan. Open kans voor de 4-1. Nee, de redding van de doelman. Er is nog een hoekschop. Nog een laatste kans om nog een doelpunt erbij te prikken. Kijken of dat lukt. De hoekschop die valt hier bijna. Maar dit is het ook gedaan. Klaar. En dan winnen wij met 3-1. Dus gaan we dus een goede start, hebben we een goede start gemaakt in de Europa League. Dan gaan we gaan dus met een goed gevoel naar de westen tegen Ajax in de Eredivisie. Die we dus snel gaan simuleren is misschien wel eens riskant. Tegen NEC gaan we de wedstrijd, ik zei het al, kijkend uh, hoe het afloopt. Dus daar heb ik wel meer vertrouwen in. Maar tegen Ajax wordt het lastig. En ook wel erg kort op elkaar. Deze speler gaan we weer uitlenen die we vorige aflevering hebben gehaald. Uh, van het jeugdspelerslijst zeg maar. Uit Soed-Arabië. Snel simuleren tegen Ajax. verliezen we 2-0 was ik wel te verwachten. Dus gaan we het een toch wel dubbel gevoel nu naar de wedstrijd tegen NEC... Deze, deze club wordt het niet. Nu even naar de, deze doen we dan wel. Want ja, het maakt niet uit of ik die andere had ongelukkig afgewezen. Maar deze doen we dus nu wel. En zo uh, gaan we hem dus uitlenen. Hem dus niet. Van voor onze voorhoede basisspeler van Doren Die blijft staan. En wij gaan kijken wat we kunnen doen tegen de NEC in deze wedstrijd. stekelen we gewoon de vaste baas. Zelfs als we hier kunnen staan. Zoals jullie het zien staan. Klaas die aanvoeren. We gaan kijken of wij hier. Um, een goed resultaat kunnen halen, of hier wel kunnen winnen. Helemaal een punt zou toch moeten, moet, moeten? Het liefst natuurlijk winnen, maar ja, je weet het maar nooit. Ook nu met een Europolie die we tussendoor hebben, en het, nou ja, de beker hebben we nu nog niet. Maar toch, je hebt wel veel wedstrijden dit seizoen, en daar moeten we voor oppassen. De balbezit is nu wel weer voor ons. We blijven wel de aanval zoeken. Op jacht naar ons doelpunt Het lukt daar ja, toch maar steeds niet. Dat is wel minder, wel jammer. Dan we zijn bijna een half uur verder. Wees bal wat over. We doelt dat nu. Dan bijna een half uur verder bij 0-0 stand. Bal komt hiervoor. Weggehaald. En dan uh, valt hij binnen. En dan is het 1-0 voor NSC. Dus dan staan we dus vroeg achter. Ja, een half uur gespeeld. 1-0 e dus de achterstand. We hopen dat we wat terug kunnen doen natuurlijk. Dat willen we hier. Misschien de aanval. Die komt er. Ja, die komt er zeker. Dan komt er ook de kans voor het doelpunt. En hij gaat binnen. 1-1. Vlak naar die 1-0. 1-1 van Zidic Dus zijn we dus terug in de wedstrijd. En kijken of we mee kunnen doen. Misschien in de tweede helft pas. Maar goed. We gaan nog steeds doorvechten in de eerste helft. Richting het doel van uh, NEC. Want we willen natuurlijk hier wel uh, gaan winnen. Maar de vraag is. Gaat ons dat ook wel lukken? Want het is nooit gezegd dat je zomaar kan winnen. Zeker niet van zo'n team. Die misschien wel heel sterk achterin staat. Wat je niet kan weten. We gaan kijken wat de tweede helft ons gaat brengen. Tegen NEC Nijmegen. Zo afgaand aan de Tweede Europa League wedstrijd. Die zien jullie volgende week. Morgen natuurlijk weer de feyenoord quieren Vanmiddag hebben jullie Raad de vaar in orde. Vanavond om zes uur hebben jullie weer een Weserudy Sinterklaas journaal. Daarna komt er nog één. Dat is op de intocht, de dag van de intocht. En dan is het de volgende niet een journaal, maar de grote Weserudy Sint show, die is op 5 december. Op een zondag is dat 5 december. Dus dan gaan jullie dat uh, allemaal uh, meemaken. Dat krijgen jullie dus dan te zien. De voorbereidingen gaan dus vanaf niet deze week, maar volgende week van start. Um, de voorbereidingen van de grote Weser Rudy Sint-show gaan dan van start. En daar hebben we gewoon de tijd voor nodig. Misschien komt af en toe nog wel een journaal, Zit ik klaar, journal Niet zo langer misschien, maar toch. We gaan even, gaan even kijken. Maar sowieso, de Weser Rudy Sint-show gaat vanaf niet deze week, maar vanaf volgende week de opnames van al van plaatsvinden. En, plaats vinden. en uh, daar gaan we al aan beginnen wordt veel werk. Ik denk dat het ongeveer een half uurtje gaat duren, de show een uur. Maar het is gewoon veel opnamewerk. Misschien niet, misschien niet een uur. Misschien dat het toch wel nog iets te lang Misschien een half uur, iets langer. Moet ik moet even kijken. Maar de opnames. We, we, gewoon heel veel, we hebben gewoon heel veel tijd. Waarom? Ja, er worden heel veel mensen. Spelen erin. Maar het wordt maar door twee mensen gedaan. Als jullie het snappen. Dan weten jullie wat ik bedoel. Maar goed, er is in ieder geval dus, hier de wedstrijd nog steeds 1-1. De laatste 10 minuten. En we gaan kijken of we het hier dan toch nog 1-1 maar gaan eindigen. Of er wordt misschien nog een, een doelpunt voor ons bij komt. Of iets anders wat we niet hopen. Een 1-2. Dat we hier gaan verliezen nog uiteindelijk. Maar ik denk dat het hier 1-1 gaat eindigen. Dat we niet meer hier kunnen gaan winnen jammer genoeg. Dan gaan we dus ook weer met een dubbel gevoel naar winst. In de eerste Europa League wedstrijd naar een verlies tegen Ajax. Nu met een 1-1 tegen NEC waar je moet kunnen winnen. Dus met een apart gevoel naar de tweede groepsfase wedstrijd van de Europa League. Ik hoop dat we die ook goed kunnen met FC Porto. Het wordt een hele lastige tegenstander. We zijn de wedstrijd erop 1-1 geëindigd. Dan gaan we dus door naar de volgende Europa League wedstrijd tegen FC Porto. Ik zei het al, in Rome hebben we ook nog. Dat worden echt twee lastige en zware wedstrijden. Voor de volgende aflevering tegen Porto. Bedankt voor het kijken en later!